Liever. Oh, ik ben mega goed bezig. Ja, Liever, man. Liever, wat ben je aan het doen? Mijn blok, man. Mijn blok. Oh, kom op. Pak aan, pak aan. Ik heb er niks van. Ik zie niks op die tv. En je hebt wel genoeg gespeeld. Ah, kom op. Je zit al de hele ochtend. Okay. Ik wil je even spreken. Kom maar even mee met mij. Ja, man. Wat is er aan de hand, mama? Kom maar, zit hier bij je moeder. Nou, ik wil het hebben over je vrienden. Vrienden? Wat is er met vrienden, man? Zijn het wel echt je vrienden? Zo vraag je dat opeens. Ze zijn echt wel mega lang vrienden, mama. Elke keer hoor ik pranks dit, pranks dat, grapjes dit. Ik vind het helemaal niet grappig. Maar mam, denk je niet dat pranks horen bij een vriendschap? Dat je af en toe hier en daar een grapje uithaalt? Ik weet dat het soms ver gaat en dat we ook elkaars dingen opblazen. Maar jij wilt zeggen dat hier het niet en daar vriendschap is? Nee, soms ben je nog bijna gewond. Straks gebeurt er wat. Ik weet niet of ik het wel vertrouw. Nou... Ik ben gewoon bezorgd als moeder zijnde, oké? Snap je dat? Ja, mam. Tuurlijk snap ik dat. Ik zet me wel aan het denken, want ze pranken me wel echt heel erg vaak, mam. Ja, lieverd. Ik hoor het steeds vaker. Eerst was het 1 keer per week en nu is het bijna elke dag dat ik wakker word, word ik wel geprankt. Vorige week ging het kind nog mijn huis ondergooien met toiletpapier. En daar was jij niet zo blij mee, mam. En nee, daar was ik niet blij mee. Als je wilt dat ik er wat van zeg, hè, dan doe ik het zo. Keer daarop heeft het kind mijn toilet opgeblazen. En Sam en Zoe hebben vuurwerk opgestoken in mij. Je hebt toch gelijk, het wordt steeds gekker. Kijk, dat bedoel ik nou. Okay, en laat mam, het je vader maar niet horen, dan heb je een groot probleem. Ik ga erover nadenken, mam. Dankjewel voor dit gesprek, dat was enorm nuttig. Is goed, lieverd. Ik spreek je later, oké? Oké, dat is goed, mam. Moeder heeft al een beetje gelijk, oké? Mijn vrienden en hun pranks gaan wel steeds verder. En ik bedoel, ja, we kennen elkaar al mega lang. Maar zien ze me ook echt als een vriend? Dat weet ik dus niet. Alleen, hoe kunnen we dat testen op een manier? Ik bedoel, er moet een manier zijn om ze te testen, toch? Om te kijken of de vriendschap daadwerkelijk echt is. Oh, tank tennis, tank. Ja, ik heb een idee. Wat nou als ik ga doen alsof ik mijn geheugen ben verloren? En dan kunnen mijn vrienden daar letterlijk op inspelen. Gaan ze de waarheid vertellen over wie ik daadwerkelijk ben en hoe goed onze vriendschap is? Of gaan ze tegen me liegen en me gebruiken? Laten we erachter komen. Mam, ik ga buiten spelen. Eens even kijken. Dennis. Dennis, waar ben je nou? Kijk eens wie we daar hebben. Dennis. Oh, hallo Dennis. Waar ben jij? La 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 la. Dennis, waarom loop je door? Hallo? Wil je met me spelen, Dennis? Sorry, maar wie ben jij? Wie ben ik? Dat weet je toch wel. Ik ben het kind. Wacht, en wie noem jij Dennis hier? Ja, dat ben jij, gekkie. Ja, ik ben Dennis natuurlijk, maar... Ik heb geen idee wie jij bent. Kennen wij elkaar? Nou, Dennis, waarom doe je zo raar? Sorry, dat weet hoor, je toch wel? Of ben jij je geheugen verloren? Want jij bent al mega klein. Kennen wij elkaar, kleine jongen? Ja, zeker weten. Van de pranks, toch? Wat is dat? Nou, dan laat ik je wel zien, oké? Okay? Kom maar met me mee. Waar heb je het over? Ik ga niet met een wildvreemde mee. Wie ben jij? Nou, ik ben je vriend, hoor. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Dennis, ben jij je geheugen kwijt of zo? Want je doet wel een beetje vreemd. Geheugen kwijt? Wie noem jij de hele tijd Dennis hier? Is dat mijn naam? Ja, dat staat er boven je hoofd. D-E-N-N-U-S. Dennis. Oké, als jij het zegt. En ik ken jou. Ja, zeker weten. En wij doen elkaar al een tijdje. Ja, zeker. Kom maar mee naar Sam's huis. Wie is Sam? Nou, Dennis, dat is namelijk jouw allergrootste vijand. Wacht, wil je zeggen dat Sam, de persoon die hier woont, genaamd Sam, zei je? Ja, zeker. Dat is mijn vijand? Ja, die haat jij. En wij pranken hem altijd samen? Ja, zeker weten, omdat wij hem echt super erg haten. Bah, okay, die stomme Sam ook altijd. Hoe wil je hem dan pranken, precies? Nou, Dennis, kijk eens wat ik heb. Ik heb hier TNT. Wat moet en ik mee? Heb een flint en steel. Nou, dat moet je even aansteken, oké? Okay? Kijk eens aan, Dennis. En wat doet dit? Nou, dat doet boom! Dus dit is onze allergrootste vijand en ik moet dit aansteken hier. Ja, zeker weten. Oké, okay, dus en als moet beloning, dit ook Dennis, krijg jij wat goud van mij, oké? Okay? Want jij houdt heel veel van goud. Serieus? Hou ik daarvan? Ja, dat is je favoriete ding in Minecraft, inderdaad. Nou, ik steek het aan, oké? Okay? Kijk eens aan. Oké. Okay. Oké, okay, oh, rennen. Ja, zeker. Oké, okay, ik ben benieuwd hoe onze vijand hierop gaat reageren. Oh, wat is dit? Oh, dat is echt geweldig. Wie heeft dat was best wel leuk. Hé, hey, Sam?
Wat nou, hé, Sam? Waarom blaas je mijn huis op? Kind? Ja, wat is er, Sam? Dat is wat je ervan krijgt. Dan moet je maar niet onze allergrootste vijand zijn. Ja, inderdaad, vijand? Sam. Vijand? Sam, wat Dennis, de naam? Die haat jou. Ja, we haten jou. Ja, kijk eens aan, Dennis. Hier heb jij een goud vrouw. Kijk eens. Dankjewel, kleine jongen. Ik weet nog steeds niet wie je bent, maar dankjewel. Ben je nu ineens vrienden met het kind? Sam en Dennis vechten het waar je over elkaar uit, oké? En allerbeste vrienden, wij? Kind is onze vijand. Ken ik jou? Ja, we zijn beste vrienden van elkaar. Nee, jullie zijn aartsvijanden, oké? Ik ga er vandoor, oké? Nee, dat is niet zo. Later. Waar ga je heen? Nee, nergens. Vrienden? Ja? Ik heb geen idee wie je bent, heel eerlijk. Ik heb je nog nooit eerder gezien. Maar je weet toch dat ik Sam ben? Dat vertelde hij net. Is dat daadwerkelijk je naam? Ja, ik ben Sam. Ja, sorry voor je huis, denk ik. Volgens mij was je mijn vijand, maar... Denk je? Wat is er met jou aan de hand? Niks, hoezo? Wat is er met jou aan de hand? Gaan we zo doen tegen elkaar? Ik heb geen idee wie jij bent, hoor. Sorry, hoor, maar het overvalt me een beetje allemaal. Ben je geheugen kwijt? Mijn geheugen? Wat is mijn geheugen? Nee, weet je wie je bent? Dat ene kleine jongetje zei net Dennis. Het stond boven mijn hoofd. Nee, dat klopt niet. Je bent Jeff. Heeft hij gelogen? Heet ik Jeff? Ja, hij heeft heel erg gelogen. Hij liegt altijd. Jij bent dus niet mijn vijand en dat is mijn vijand? Dat is onze vijand. En Jeff, jij houdt heel erg van bouwen. Dus als je mijn huis kan bouwen, heel maken. Hou ik van bouwen? Echt waar? Ja, je houdt heel erg van bouwen. Dus je kan dit weer heel maken. Als jij het zegt, dan ga ik dit bouwen. Waar moet ik beginnen? Moet ik alles gewoon heel maken hier? Ja, gewoon weer heel maken. Gewoon totdat het weer de oude is. Oké, nou dan ga ik dit maar bouwen voor jou als jij het zegt. Ik bedoel, waarom niet? Weet jij toevallig wie Zoe en Anna en Tommy zijn? Sorry, ik heb geen idee waar je het over hebt. Moet ik die ook kennen? Zijn dat mensen die je kent? Je huis begint er aardig goed uit te zien. Sam was het toch? Ja, dat klopt. Ik zie het. Het begint er heel goed uit te zien. Ik ben alleen bang dat ik een beetje te weinig blokken heb. Dat is geen probleem. Je kan het later ook verder maken. Misschien kunnen we naar Zoe toe. Zoe? Wie is Zoe? Dat is iemand die je kent. Maar als je niet genoeg blokken hebt, dan kun je het wel later bouwen. Maar ik heb nog dit soort blokken. Ik kan het hiermee verder bouwen als je wilt. Nee, doe dat. Doe maar niet met die. Het plaatst hier heel goed. Het is alleen een andere kleur volgens mij. Ja, maar nee. Is er een probleem? Ik bedoel, je zei toch dat ik van bouwen hou, dus ik zie het. Ja, je houdt van bouwen, maar niet met die blokken. Oké, als jij het zegt, dan haal ik het weer weg. Wat doe je? Maar Zoe, waar woont zij? Of hij? Zoe, zij woont daar. Oké, en die ken in ik? In dat roze huis. Ja, die ken je. Dat is goed, laten we daarheen gaan dan. Moeten we hier naar binnen? Ja, hier naar binnen. Zo, even schoonmaken. Wie hoorde ik daar? Hey, Zoe. Dit is Sam. Heb je dit Nee, dit is Jeff. Ik heet Zoe. Jeff. Toch? Ja, dit is Sam? Jeff. Nee, Jeff Zoe. Is mijn naam. Nee, dit is Hoi. Jeff. Dit is Jeff. Wacht, jij bent die Zoe? Die Zoe, je kent me toch wel? Nee, ik heb echt geen idee wie je bent. Maar je hebt wel een mooi haar en een mooie hut. Hij is misschien zijn geheugen kwijt. Maar... dus vandaar dat je hem Jeff noemt. Ja, vraag je, waarom heb ik een gele outfit aan? Hey Jeff, dat was een goede vraag. Wat is het voor Ik weet bier? Niet wat daar is mis. Is dit een flamingo? Flamingo? Ja, dat pak wat ik aan heb, lijkt ik op een flamingo op deze manier? Nee, dat is een eend, maar een flamingo zou wel beter zijn. Oh ja, dat is dom ook inderdaad. Een flamingo is oranje en mijn outfit is overduidelijk groen. Eeuw, wat is dat? Is dat een slak? Het is een spin en het is hier erg vies in mijn snoepwinkel. Wat? Maar jij bent dus je geheugen kwijt. Ben ik dat? Ben ik mijn geheugen kwijt? Dat weet u niet. Volgens Sam wel. Nee, je bent niet je geheugen kwijt. Nee. Nee, inderdaad. Maar wat je niet weet is dat jij hier werkt. Ik werk hier? Nee, je bent te laat. Ben te laat? Ja, zie je al deze troep hier? Het spijt me dat ik te laat ben. Ik wist niet dat ik hier werkte. Nee. Dat is niet erg, maar als ik wel kunnen... Echt mega lang al. Ja, je was zelfs medewerker van de maand, maar nu je te laat bent... Ja. Eigenlijk echt niet. Kijk, als je dit even kan schoonmaken hier. Alle spinnenwebben weg. En ja, in het zelf ook als het kan. En misschien wat snoep bijvullen. Hoe kan ik dit snel weghalen, zo'n spinnenweb? Heb je daar wat voor? Ik heb daar wel wat voor. Het spijt me, Zoe. Ik weet nogmaals niet wie je bent, maar... baas? Ja. Baas. Baas is het juiste woord, toch? Inderdaad. Zoe de baas. Dat ben ik. Ik ga alles hier schoonmaken, Zoe de baas. Ja, ga ervoor. Als jij wat hebt zodat ik het spinnenweb kan verwijderen, dat zou fijn zijn. Wat ga jij in de tussentijd doen? Ik ga
denk ik even een bakje koffie drinken. Hier, zo kan je het makkelijk weghalen. Kijk, ik werk hier. Wat cool. Wow. Ja, zeker. Bij de snoepjeswinkel. Ik moet er vandoor, dus ik ga. Succes, hè? Het was Jeff, toch? Het was Jeff. Ja, Jeff. Oké, goed bezig, Jeff. Goed bezig. Dankjewel, baas. Zoe. Eens even kijken. Zo, dit allemaal weg. En overduidelijk moet dit hier ook weg. Help jij nooit mee? Is het alles een beetje? Ik ben te laat, hè? Ja, als hier alles weg is, dan was dat het wel, ja. Oké, zo, kijk eens aan die andere slak daar ook nou, buiten. Goed werk, goed werk. En al deze troep. Baas, alsjeblieft, moet ik verder nog wat doen of niet? Kan je bakken? Bakken? Wat is dat? Koekjes bakken of zo, of kan je dat niet? Ik weet niet wat koekjes zijn, om heel eerlijk te zijn. Je weet niet wat koekjes zijn? Dat is een ramp. Zie je dit hier? Ja, mag ik anders eentje proeven? Ja, dat mag zeker. Kijk eens aan. Is dit een koekje? Oh, wat ruikt absoluut. Raar. Wat voor koekje is dit? Een speciaal koekje, een nieuw recept. Heet zou je het even kunnen proeven? Flash. Nee, het spreekt anders uit. Het is wat een flash. Oh, ik voel me er wel een beetje raar bij, baas. Ik ben heel misselijk opeens en het draait. Dan denk ik dat je koekjes niet zo lekker vindt. Momentje, ik loop even de hoek om, hoor. Serieus, overduidelijk zit hier ze hier allemaal gebruik te maken van mij. Ik wist het wel. Misschien had mijn moeder al die tijd gelijk, oké? Ze zien me niet als een vriend. Ze maken gewoon simpelweg gebruik van me. Ik bedoel, het kind laat me letterlijk het huis opblazen van mijn beste vriend Sam. Sam zegt vervolgens allemaal nepdingen dat ik van bouwen hou. Ik hou helemaal niet van bouwen. En hij zegt overduidelijk dat ik een andere naam heb. Dus hij maakt allemaal grapjes met mij. En Zoe, die beweert opeens dat ik hier werk. Dit is haar snoepwinkel, oké? Zij werkt hier. En ik moet al haar vuile klusjes gaan doen. Laten we kijken of de rest van mijn vrienden ook zo gaan reageren. Dan verbreek ik letterlijk de vriendschap met hun. De baas zit mijn werk toch erop? Ja, zeker. Goed gedaan. Oké, waar kan ik nu heen? Ik kan naar Anna toe. Die woont in deze grote paddenstoel hier. Anna? Wie is Anna? Nou, een van je beste vrienden. Anna, ben je thuis? Hallo. Dit is Jeff. Hey, Anna. Mijn naam is Jeff. Wat leuk dat je hallo, bent. Hallo, speel mee, Anna. Speel mee. Oké. Hoi, Jeff. Hey, Anna. Kan ik je ergens mee helpen? We zijn best vrienden, toch? Ja, dat zijn we. Nou, dankjewel, baas. Ja, geen probleem, hè? Ja, dat is mijn baas. Aardige jongen wel. Ja, zeker. Hele aardige jongen. Waar woon je ook? Wat is dit voor plek? Dit is mijn huisje. Wow, is dit een wortel waar je in woont? Dat is echt mega vet. Een wortel? Het is een paddenstoel. Een paddenstoel? Wat is een paddenstoel? Nee, dit is toch een wortel eruit? Nee, dit is een paddenstoel. Weet je, heeft iemand ooit al gezegd dat je echt een hele coole outfit aan hebt? Oh, nee, maar dankjewel. Gewoon die paarse... Wat is het? Zweetband? Wat is het om jou? Nou, het is geen zweetband. Paarse blouse. Heel vet, paarse. Heel vet. Maar wat is dit allemaal hier binnen? Anna was de naam, toch? Of ja. Was het Anne? Nee, Anna. Oké, wat kan ik voor je doen, Anna? Nou, je mag voor mij wel wat hout hakken. Hout hakken? Is dat wat ik altijd voor je doe? Dat doe je altijd voor mij. Kan je me wat meer vertellen over mezelf? Wat is mijn favoriete huisdier? Een varken. Wat is mijn favoriete kleur? Groen. Wat is mijn favoriete eten? Paddenstoelensoep. Heb jij een hakbel of iets? Of wat heb ik nodig? Ja, heb ik. Nee, een pickaxe. Ik heb een pickaxe nodig, toch? Nee. Deze is goed. En zie je die hele grote boom daar? Ja, daar kan je zoveel hout van halen. Oké, maar ik moet daar al het hout verzamelen. En als mijn hakbel kapot is, dan moet ik terugkomen met het hout. Ja. Ik moet hier dus allemaal hout hakken. Alleen wat Anna niet weet, dat dit de boom is van Tommy. Mijn allerbeste vriend. Ik zei het toch, ze maken alleen maar grapjes met me. Ze denken dat ik geheugenverlies heb, maar ik ben niet dom. Laat hem maar gewoon meespelen. La 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 la, la 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 la. Wat hoor ik hier allemaal? Boven hier. Wacht. Hoeveel hout hier eigenlijk als ik er zo Dennis? Kijk. Wat doe jij nou weer, Dennis? Hé, stop daar eens mee. La 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 la. Hey, Dennis! Hé, hey, auw! Stop daar eens mee, oké? Dat is mijn boom. Hoe noem je mij? Dennis? Hoezo? Hé, wie ben jij trouwens? Zou je me kunnen helpen met deze bomen hakken? Nee, dit is mijn boom, oké? En dat weet je trouwens ook. Stop eens met het hakken. Sorry hoor, maar waarom doe je zo raar? Wie ben jij en waarom raak je me aan überhaupt? Oké, moet ik de brandweer bellen om je te arresteren? Jij bent degene die je raar doet, oké? Hey. Hoezo doe ik raar? Ik ben gewoon hout aan het hakken. Wie ben jij überhaupt? Kan jij me zien? Hout aan het hakken? Je bent mijn boom aan het hakken. Dit is niet zomaar hout. Sinds wanneer is een boom van iemand? Wat zeg je allemaal? Je bent echt raar. Jij bent raar aan het doen, Dennis. Waarom noem je me Dennis? Ik heet Jeff. Dat is overduidelijk verteld door mijn vrienden. Jeff? Heb je een hersenschudding gekregen of zo? Ben je gewoon van de trap afgevallen of iets? Want je bent een beetje raar aan het doen, jij, Dennis. Wil je me niet Dennis noemen als mijn naam Jeff is? Ik noem jou toch ook niet, wat is je naam? Ik ben Tommy. Dat weet je toch? Sorry, maar ik moest van Anne... Nee, Anna. Wat is daar ook allemaal gebeurd? Van Anna? Oh, dat heb ik gedaan. Samen met het... Heb jij dat gedaan? Met een klein jongetje. Hij zei
dat daar mijn grootste vijand woonde. En toen met het kind? Ja, zo noemden ze hem wel, volgens mij inderdaad. Toen moest ik hout verzamelen voor Anne, of Anna, wat het ook was. Een van de twee. Anna? Waar zit Anna hierachter? Hij heeft Anna weer een of ander proefje op jou gedaan. De meisje die daar woont in die wortel, die zei dat ik deze boom moet omhakken voor wat hout. Ja, kom, we gaan naar Anne toe, oké? Anna? Klop, klop, hallo! Hoi, Tommy. Hey, Anna, ik heb het hout voor wat heb je nou weer met Dennis gedaan? Ja, top, dankjewel. En ik heb helemaal niks. Voor, alsjeblieft. Of met Jeff, als hoe hij zichzelf noemt. Helemaal niks. Jeff, en hoezo moet hij mijn boom voor je hakken? Ik had houthoon nodig. Hout nodig? Nou, er zijn hier echt talloze boom in blok zat, oké? Anna, kan jij die andere mensen bij jou roepen dat ze hierheen komen? Moet je even spreken? Natuurlijk. Tommy, het spijt me van je boom, oké? Ik weet dat je daar woont, ik moet iets bekennen. Ik weet alsof ik geheugen zat. Dat maakt het niet goed, oké? Je hebt wel echt mijn boom het gewoon gehakt. Ik leg het je zo uit, Tommy. Nou, we zijn er weer. Moest er komen? Hoi, jongens. Zo komen. Hey, jongens. Wat is er aan de hand? Is er iets vandaag? Is er iets anders aan mij? Nee, je werkdag heb je goed gedaan. Je wist alleen je eigen naam niet meer. Dat vond ik wel een beetje raar. Wacht, Dennis? Het was Jeff, toch? Het is Jeff, kind. Ja, is het nu Jeff? Het is Jeff. Jongens, nu weet ik het eigenlijk al niet meer, hoor. Wat is er nou, Jeff of Dennis? Het is Jeff. Moet even wat kwijt, oké? Nou dat jullie kaart voor schut staan. Ik heb namelijk geen geheugenverlies, als jullie dat dachten. Ik heb vandaag een gesprek gehad met mijn moeder, oké? En mijn moeder zei dat de pranks de laatste tijd al een beetje heel ver gingen tussen ons. Ze vroeg zich af of we wel daadwerkelijk vrienden waren. Dus vandaag besloot ik om te doen alsof ik geheugenverlies had. Om mij daadwerkelijk tussen haakjes vrienden te testen. En zo jij het zo okay, dus ik werk helemaal niet in de snoepwinkel. Dus ik weet niet waarom je mij hebt gebruikt als een soort van slaapje om te werken voor jou. Nee. Ik weet niet waarom jij zegt dat Sam mijn allergrootste vijand is en dat we zijn huis hebben opgeblazen. Je hebt een beetje misbruik gemaakt van de scenario. En Sam, ik snap dat je boos bent dat je huis is opgeblazen, maar om vervolgens te zeggen dat ik Jeff heet en dat soort dingen en dat ik van bouwen hou. En om mij aan het werk te zetten om je huis te bouwen, dat is een beetje raar. De enige die hier eerlijk was van deze vriendengroep is mijn allerbeste vriend Tommy hier zo. Dus ik wil bij deze de vriendschap verbreken met jullie allemaal, oké? Wat? Wat? Ik wil zeggen dat we geen vrienden meer zijn. Nee, jullie hebben me letterlijk gebruikt, oké? Dat is niet wat vrienden zouden doen wanneer je geheugenverlies hebt. Als grapje. Nou, we hebben toch echt wel door dat jij niet je hoofd of zo hebt gestoten? Wacht, wat? Jullie hebben het door? Ja, zeker. Ik dacht dat Anna misschien, een proefje op jou had gedaan. Wacht, dus dit is weer een of andere prank van jullie? Dat jullie gewoon deden alsof geheugenverlies had. We hadden het echt wel door. Hoe had je het door? Nou, dat is heel makkelijk. Ja, je kan het gewoon zien, oké, Dennis? Ja, je kan het gewoon zien. Dus daarom hebben jullie me juist gebruikt en allemaal taken laten doen. Jij gedroeg je opeens zo anders. Hé, maar Dennis, je houdt er voor bouwen? Nou, ga eens mijn bommetje weer in elkaar zetten, oké? Ja, alsjeblieft. Serieus, omdat ik een prank heb gedaan aan jullie? Omdat we hele goede vrienden zijn. Dennis, en als einde krijg je beloning wat goud, oké? En een donut. Ja, en misschien kan ik jouw huis ook wel opblazen. Nee, Sam. Nee, Sam, mijn moeder is thuis. Sam, doe dat niet. Sam, mijn moeder is thuis. Nee. Ja. De gaat je huis. Nu snap ik niet. Oké, dan. Dan kom ik nog even prank. Ik vind het echt heel grappig. Dennis, wat hoor ik daar? Je hebt huisarrest. Dennis, zit je in de problemen. Zou maar naar huis gaan als ik jou was. Heel leuk hoor, jongens. Heel leuk hoor. En weet je wat? Jullie mogen zelf die boom uit gaan bouwen. Ik heb huisarrest. En red je oké. Dan ga ik helpen je wel, Tommy. Dat was niet het allerslimst om te doen alsof ik geheugenverlies had. Mijn vrienden waren me letterlijk één stap voor.